Meneer Akerboom, is de heer Wilders in gevaar geweest? Voor zover nu bekend niet. Maar wat bedoelt u daarmee, voor zover nu bekend? Nou, we doen natuurlijk onderzoek naar deze kwestie. En dat is cruciaal om de feiten boven tafel te krijgen. En we vinden dat natuurlijk afschuwelijk dat dit gebeurd is. Dus we nemen deze zaak zeer serieus. Maar bekend is inmiddels dat hij niet tot de inner circle behoorde. En het is zaak dat we natuurlijk nu alle feiten boven tafel krijgen. Bekend is dat hij niet tot de inner circle behoorde, maar wel dat hij ergens in het beveiligingsniveau bij de heer Wilders zat. Wel dat hij over informatie kon beschikken. En dat is voor ons heel belangrijk en daarom nemen we die zaak ook zo serieus. Begrijpt u dat de heer Wilders heel erg geschrokken is? Ja, natuurlijk. En dat vinden wij zelf ook afschuwelijk. En dat raakt iedere politieman in zijn hart dat dit gebeurt. En daarom is het ook zaak dat we onderzoek naar doen. Om vast te stellen wat precies die feiten zijn.